hachelijke momenten dit paasweekende in Castricum door de noordwesterstorm. Een van de strandhuisjes in aanbouw werd gegrepen door de kolkende zee. Gisterochtend was het echt schrikken, ja. Dus je moet leidzaam toezien hoe dan de spullen in zee verdwijnen. Ja, wat er bij Marcel, dus onze buurman van Bad Noord, vorige ochtend gebeurde. Maar ik was hier vannacht om 11:45 wel met hoogwater om toch even te zien hoe het zich ging gedragen. Ja, er wordt wel voorspeld dat het vannacht en morgenochtend nog even heel spannend wordt. Dan ben ik hier weer en inmiddels hebben we natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen genomen die we kunnen nemen. En is het fingers crossed voor een goede afloop. Tot nu toe viel de stormschade nog enigszins mee, maar het zal niet de laatste storm zijn die voor spanning zorgt. Zeker met het oog op de verplichte verplaatsing van strandtenten richting zee. De hoogheemraadschappen die willen dat wij tientallen meters richting zee gaan. Ja, dat lijkt heel erg onverstandig. Op dit moment staan de paviljoens te dicht op de duinen. Zodat de duinen niet verder kunnen aangroeien. En daarom willen we graag dat ze verplaatst worden. En dat is wat er binnenkort ook gaat gebeuren. En dan zal het hier echt passen en meten gaan worden. Het baart me zeker zorgen, want met een stijgende zeespiegel en een aanwassend duin richting zee betekent het eigenlijk dat we wegbestemd worden zo langzamerhand. Over de toekomst van de strandpaviljoens praten beide partijen volgende maand verder. En wat het waterschap betreft geldt op het strand ook een eigen ondernemersrisico. Je ziet hier aan de buitenkant van de duinen. Achter de duinen ben je beschermd. Aan de voorkant, aan de zeezijde, je staat hier helemaal bloot aan de elementen. Maar ja, daar zit ook een risico aan. Ja, dat is uiteraard ook waar wij mee grootgebracht zijn. Hè. Daar lopen we ook absoluut niet van weg. Daar nemen we ook onze verantwoordelijkheden. Maar het moet wel zo zijn dat enigszins veilig ondernemen ook heel belangrijk gevonden moet gaan worden.